We gaan naar de volgende spreker van vanavond. En jullie gaan het niet geloven, hè? Die man heeft gewoon, voor vandaag alleen heeft hij al 2 fuck-ups. De eerste hebben jullie waarschijnlijk ergens op social media gezien. En de tweede, hij heeft geen bio gestuurd. Mag ik applaus voor Gerald Harderwijk? Ik ben zenuwachtig. Goedenavond iedereen. Ik ben Gerald Harderwijk, rustige jongeman. Ik hou niet van jugu jugu. En ook niet heel veel van lachen. Maar nee, serieus. Dankjewel dat ik hier mag zijn, organisatie. Ik ben Gerald Harderwijk en ik ben journalist. Ik ben al 16 jaar in de job. Ja, 35 plus. En ik ben heel vroeg begonnen bij Radio Cancantri. Ze hadden een omroeperstraining. En ik dacht bij mezelf, toen was ik nog bij de technische school. En ik dacht bij mezelf, ik hou van omroep, dus ik ga even toch meedoen met die training. Meneer Themen was toen dus dan de man. En ik was daar, geloof me, ik kom uit een gezin waar we thuis Okaans praten. Ik ben een Okaner. Ik kom vanuit Petondro, ik ben van Marowijnen. En we praten normaal Okaans thuis. En voor mij was het Nederlands heel moeilijk, zwaar moeilijk. Dus ik was bij Cancantri in een training met mensen van HAVO, mensen van de universiteit. En ik was lekker van de eerste klas tackle. En toen der tijd hoor, ik weet niet als het nog zo is, maar op de technische school praten jongens geen Nederlands. Is het nog zo? Nog steeds? Oh jee. Als je Nederlands praat, dan ben je homo. Ja, zeker, geloof me. Dus het was altijd ova. Zo'n cijfer, is dat weer? Dus ik heb het niet thuis. Ik heb het niet op school. Dus ik had het niet. Simpel. Mijn vrienden die spraken ook natuurlijk gewoon like Sranatongo. Dus dan ben ik in die training. En als er een vraag werd gesteld, had ik altijd als antwoord, jawel. Dat was echt altijd, jawel. Echt waar. En meneer Themen zei me nog van, Gerald, wat bedoel je met jawel? En ik kon ook geen antwoord geven, want het is jawel. Nee, maar wat zo mooi was, hè, aan het einde van de training moest hij dus dan iemand kiezen om op de radio te gaan. En ik dacht bij mezelf, Gerald komt zeker niet aan bod. Met zijn jawel. Ja toch? En ik geloof me, we waren met zeker 20 mensen. En ik zei het al, ik was van de technische studie, die anderen waren van, weet je, HAVO, universiteit, lyceum. En aan het einde zei hij van, Gerald, jij mag blijven. Ik dacht bij mezelf, is er nog een Gerald ergens? Weet je, jij mag blijven. Dus ik dacht bij mezelf, oké, is goed, ik kan geen Nederlands praten. Ik weet niet hoe ik de radio ga doen. Ik kan in mijn tak Sranatongo teetje, een Sranatongo uitzending, dat dacht ik bij mezelf. En hij zei me toen nog van, nee, kom jongen, je hebt potentie, ik zie iets in jou en het kan groot worden. En ik dacht bij mezelf, oké, dan gaan we het maar doen. Maar dat was een keiharde training. Ik moest elke ochtend de krant lezen. En dan moet ik zonder mijn krant bij me te hebben het verhaal vertellen aan meneer Themen.
elke ochtend. Dat was mijn werk. En ik werd betaald daarvoor. Hè. Dus maandag de Migwemetic Times ga ik lezen de hele dag. Geloof me, ik lees. Dan zet ik het op mijn bank thuis. Dan begin ik te vertellen wat ik gelezen heb. Pop. Dan kom ik weer. En dan ben ik bij Radio Kankan 3. Dan moest ik dat ding weer zo'n beetje vertellen. Het is zeker een maand, twee maanden heeft het geduurd om dat telkens elke dag te doen. Ik werd betaald, dus ik ging ook. Maar na enige tijd zei hij van, kijk, ik denk dat je nu tenminste iets kan zeggen op de radio. Ja toch, ik denk dat je iets kan zeggen. Ik kan me nog heugen de eerste keer. Ik heb gesproken. Geloof me, dat was bad. Dat is super bad. En zo ben ik verder gegaan. Maar leerde me zeker een jaar. En daarna begon ik te flowen in dat ding. Ik begon andere vrienden te hebben. Vrienden die gewoon normaal Nederlands praten. Zonder te denken van, weet je, vromo of zo. Maar we spraken gewoon Nederlands. Weet je, en zo ben ik begonnen. Ik begon trainingen te volgen. Ik geef je maar, terwijl ik nog naar school ging, hè. Trainingen te volgen en al die zaken. En ik ben gaan leren. 2 jaren lang bij Kankan 3 belde meneer Limburg mee, want hij was bij, ik vertelde Jeff Kramer nog die Tori, hij was bij Sky. En hij belde me van, Gerald, morgen moet je hier zijn. Ik dacht bij mezelf, Sky was booming, weet je. Dus ik dacht bij mezelf, nee, dit kan ik niet missen. Morgen was ik bij Sky. Ik was weg van Kankan 3. Echt waar. Gelukkig tot nu toe heb ik een hele goede band met meneer Timon, want ik ben teruggegaan. Meneer Timon, sorry dat ik weg ben gegaan. Ik moest echt weg. Ik heb een hele goede band met hem. Ik ga nog steeds naar Kankan 3, weet je. Ik heb altijd een plaats daar. Maar ik ben toen weggegaan. Ik ben naar Sky gegaan. Ik ben gevormd daar. Zwaar gevormd daar. Ik zal die Tori niet geven. Zwaar gevormd bij Kankan 3. En toen ben ik naar Shalom gegaan. Ik heb Radio Shalom gedaan, een paar jaren, lang ook. En op een gegeven moment vond ik van, weet je, ik heb mijn plafond bereikt bij Shalom. Ik wil verder. Want wat ik allemaal wilde doen, kon niet bij Shalom op een gegeven moment. Dus wilde ik verder gaan. Heb ik dus dan gesolliciteerd. Naar verschillende stations in Suriname. Grote stations. Dat was zeker like 2-3 jaren terug. Allemaal radio zoals televisie. Ik werd afgewezen. Door allemaal. Want ik karala de niet, maar goed, ga ik niet doen. Afgewezen. Totaal afgewezen. Zelf waar Rosita werkt. Afgewezen. Weet je, en afgewezen door die mensen. En uiteindelijk had Damaru van DTV me al enige tijd gevraagd van, hey, kom nou, kom iets doen bij ons. Dacht bij mezelf, waar Maisha News werkt en Charmi Srim, go Kier Srim, zomaar. Ik wilde niet. Hij vroeg me, ik zei, nou, ik doe andere dingen. Ik doe radio, ik doe dit, dat. Ben ik niet gegaan. Maar op een gegeven moment had ik niets meer. Toen dacht ik van, oké, dan ga ik naar DTV. Toen dacht ik van, dan ga ik maar naar DTV. Dat was het. Ik belde de Maru op. Ik zei van, hey, kan ik weer komen? Taki, ah ja, go, Taki, weet je. Ben ik gegaan. En zo ben ik begonnen bij DTV. En het moeilijke van DTV is dat je live bezig bent. Dat is het concept van DTV. We zijn live bezig. Het is waar televisie kijken anders is. Letterlijk anders.
En je maakt heel wat dingen mee. Daarom kijk ik ook naar die andere mediahuizen die soms zeggen van dit en dat. Hey, weet je wat het is om live te zijn? Met mensen die boos zijn. En met mensen die... precies. Het is heel moeilijk, geloof me, het is heel moeilijk. Alhoewel ik een beetje lastig kan zijn. En ik hou van het triggeren. Ik geef het toe, ik moet daarop gaan letten. Maar het is moeilijk om live te zijn. En bepaalde mensen begrijpen het niet. En we maken zoveel dingen mee waarbij je zelf denkt van, oh god. Had ik dit moeten toelaten op het moment of niet? En dan zit je ermee. Dan zit je echt van, hé, dit moest ik echt niet doen. Achteraf zie je van, hé, nee, dit had ik niet moeten doen. En dit had ik wel moeten doen. We leren eruit. Elke dag weer. Dat is wat we doen. Maar ik heb zoveel keren... Ik ben christen, hè. Maar ik ben zoveel keren Zoveel keren. Ik heb geblunderd. Ik geef toe. Ik leer. Ik ben in een leer... Nou, ik ben niet meer in een leerproces, no? Maar we leren. We blijven leren. We blijven leren. En ik heb verschillende momenten fouten gemaakt in mijn carrière, dat weet ik. En bij DTV heb ik meer gemaakt dan die andere jaren. Geef ik toe. En ik ben blij, voordat we zijn begonnen, heb ik met Jeff Kramer gesproken. En als iemand die, weet je, veel meer kennis heeft en veel meer ervaring heeft in de media, heeft hij me op een paar zaken gezegd van, hey Gerald, hey, look, is dat weer, look, is dat weer, hoor. Ik heb zelf ook journalistiek gevolgd, hoor, vooral duidelijkheid. Ik heb ook, communicatiemanagement gedaan. Ik heb die background, maar soms heb je dus dan nodig dat je dus dan van iemand die meer ervaring heeft, dat die je dus dan een beetje bepaalde dingen zegt. En dat die Jeff Kramer gaat. Kunnen we een applaus geven aan Jeff Kramer? Oké, maar nu naar mijn fucked-up moment. Eén van ze. Voor welke moet ik kiezen? Ween? Gaan we Ween doen? Huh? Ween? Gaan we Ween doen? Basement Studio. Ik geloof me, je kent het niet. Je hebt ervan gehoord... Maar in een sapsapsa. Laat me vooropstellen dat wij geblunderd hebben die dag. En dat wij Ween hebben gebeld. Ik persoonlijk tenminste. Ik heb Ween gebeld. Ik heb hem gezegd van... Hey Ween, hey sorry. Dat gesprek is niet gegaan zoals wij dat gepland hadden. Toep, 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 toep. Ja... En later heeft hij teruggebeld. Zou je dat doen? Nee. Later heeft hij teruggebeld en we hebben het uitgesproken. Maar nee, maar laat me even serieus. Fucked up moment. We komen aan bij Basement Studio. Er was een jugu-jugu tussen de jongens van DNF. DNF en Basement Studio. En ze hebben al lang een trobby, hoor. Ze hebben al lang een trobby. Dus we komen aan bij het interview. Wat achtergrondinformatie. Ik ben heel goed op die jongens van DNF. Ik knip al bijna like 10, 15 jaar bij hun. Dus binnen de boy boom. We zijn net als broers. Toch? Die ochtend heb ik gebeld naar DNF. En ik heb ze gevraagd van... kan ik een interview doen met jullie over de situatie met Basement Studio? Ze zeiden van... Nu zijn we bezig na te gaan wat we moeten doen en zeggen en al die zaken. Dus het kan op dit moment niet. Ik zei ze nog van, oké, jij kan niet. Ik ga wel naar Basement. Om te vragen hoe het verhaal daar zit. En ik heb Ween gebeld. Ween heeft direct gezegd van, hey, ja, je mag komen. Toen dacht ik bij mezelf, oké, ik ga naar Ween. Direct. En later, als ze klaar zijn met hun eigen onderzoek en wat ze doen, dan zou ik dus dan het verhaal van die andere kant nemen.
Ik kom aan bij Ween en geloof me, het was een gezelligheid. Nee, even serieus. Ik kwam aan, ik zag Ween winkel. Hey, bro, weet je. En we waren echt luchtig bezig met elkaar. En op een gegeven moment zei ik van, Ween, weet je wat we gaan doen? We gaan dat ding chill doen. Het was een afspraak. We gaan dat ding chill doen. We gaan die spanning eruit halen, want dat heer samenleven in een spanning. Ik ga alvast zitten en je gaat aan mijn haar werken. Dat was de bedoeling. Dus Berto was ready. Zei Berto klaar. 1, 2, 3, shoot! Welkom! Er is een live uitzending vanuit de Basement Studio. En Wayne begon te werken aan mijn haar. Maar het ging mis. Het ging super mis. En het begon bij mij. Want ik begon te praten over de jongens van DNF. En ik zei van, ze zijn mijn vrienden. 1. Fout alvast als journalist. Kan niet maken. Ze zijn mijn vrienden. Ik zei, ik knip bij hun. Alvast een tweede blunder. Dat was fucked up. En Wayne zei nog van... Wayne zei nog van... je kon naar de man of je tanja, weet je? En al die zaken. En ik bleef praten over DNF als journalist op dat moment. Dat kan niet. Dat mag niet. Je kan het niet uithalen. Dat kan gewoon niet. Op dat moment ben je niet meer objectief. In Nakpanya helemaal. Maar omdat we in een soort van luchtige sfeer waren, heb ik niet daarop gelet. Ik ben gewoon doorgegaan. En wat dat ding nog erger heeft gemaakt, ik probeerde Wayne zover te krijgen om weer een gesprek aan te gaan met die heren van DNF, terwijl hij dat op dat moment niet wil. En ik bleef doorgaan. Taina blunder. Aan het einde van het gesprek zei ik, ik ga blijven knippen bij DNF. 4e blunder in 1 interview. Zwaar. We lachen erom, maar het zijn zaken die niet mogen gebeuren. Echt waar. Aan het einde van mijn interview, ik ben gewoon eerlijk en open. Aan het einde van mijn interview belde Damaru mij dat ik Gerald in Nakpanya totaal. Totaal, totaal, totaal. En Sranamang, jullie zijn snel. Ik dacht bij mezelf, ik belde nou binnen. Hey, halen jullie dat ding weg van Facebook? Met de bedoeling dat wij gaan een beetje sleutelen aan dat ding, weet je. Dat wordt Chariko wat travasie, weet je. Want dat was niet goed. Dus we hebben het weggehaald. Dus ik was in die auto van DTV. En iemand heeft me getagd. In die originele. die wij weg hebben gehaald. Zo snel. Weet je, zijn de Stranamans. En geloof me, wat de Surinamers met mij hebben gedaan terecht, was niet mooi. Ja, echt waar. Maar Damaru zei me ook iets. Altijd zegt hij me dat. Gerald, niemand houdt van je. Hij zegt, geloof me, Gerald. Hij zei, ik ben al 17 jaar in de bis. Niemand houdt van je. Ga vanuit dat Noah's man loopt je. Het moment dat je iets doet in de straat, heb je ze allemaal. Het moment dat je even schuift, ben je klaar. Dus heb die verwachting niet, doe je ding uit. Noah's man loopt mee. Wanneer het gaat om je werk. Want libis man is zo tang. If you do want to ask my lobbying, yeah. Dan een lobbying. Kijk de persoon anders naar jou. Dus, terecht,
hebben ze al die dingen geschreven. Slechtste journalist van Suriname. Wat nog meer, Maisha? Hey, het was fucked up. Het was fucked up. En terecht. Ik ben eerlijk wat dat betreft. Terecht hebben ze hun mening gegeven over de wijze hoe ik als journalist op dat moment het interview heb gedaan. Dat was niet goed. Dat was niet goed. Maar dat was een fucked up moment voor mij in mijn carrière. De volgende, oh, prijs de Heer voor de manier. Oh, ik ben niet in de kerk, no? Maar prijs de Heer voor hoe wij als Surinamers denken. Soms. Soms, niet altijd, maar soms. Ik was op mijn bed de volgende ochtend. Helemaal gebroken, want ik heb alles gelezen, boy. Ik ben gegaan, ik heb alles. Alles. Dus dat. Ik was helemaal kapot. Mijn vrouw kwam naar mij en die zei van... Gerald, het komt goed. Nee, hij hoorde aan het abdi zo dan. Het komt goed, Gerald. Het komt goed. Het komt goed. Dus ik heb het al eens zien. Ik kreeg ook goed. Maar ik heb het... Het komt goed. Ik belde Dama. Ik zeg van... Dama, ik kom niet vandaag. En toen zei hij van... Gerald, als je niet komt... hoef je helemaal niet meer te komen. Weet je waarom? Nee. Hij zegt... Als je deze stap niet neemt over... Isabito, Katrangau, Tenja... Je gaat het altijd hebben. Dus kom en doe je ding. Maar dan kom ik terug. Prijs de Heer voor die Sranamangs hoe ze denken. En de volgende dag... was 17 februari. Hé, hey, dat was de grootste oplossing voor mij. Hé, hey, dus na 7... Maar eerst publiekelijk heb ik me verontschuldigingen geuit. In mijn live uitzending. Ik heb gezegd van, we hebben geblunderd. Namens het hele DTV vragen wij. Nee, ze hebben het gezien, ze hebben gereageerd. Goed zo, Jaro, ga zo door. Weet je? Maar we hebben netjes gezegd van, we waren fout en zo. En toen... en toen hebben we dus dan 17 gehad. Met die protesten, die rellen, die plunderingen en vernieling. En aandacht moppen van Gerald en Basement en DNF. Helemaal weg, hè? Niet even een klein beetje. Helemaal. Nee, maar ik bedoel... De meerderheid was bij het protest. Echt waar. Echt waar. Dat gevoel had ik trouwens. Ja. Dus... ik dank de Heer Jezus Christus. Echt waar. Want ik dacht van, dit zou ik niet een week lang kunnen volhouden. Hé, hey, de man weer slacht die me echt. Iemand zei nog, ik wist dat hij niet goed was. Weet je, dus ik heb dat proces meegemaakt. 17. En... ik zeg, ik heb zoveel geleerd hieruit. En die fout, geloof mij, maak ik niet meer. Als ik naar een item moet gaan, misschien dat ik emotioneel. Motivatie, mino, maar hoor aan controle. Ga ik niet. Dan moet iemand anders gaan. Als ik weet van, oké, maar hoor aan controle, ga ik wel. Maar ik mis dat nee, dit gaat niet lukken omdat ik een band heb, een te goede band heb met de persoon, ga ik niet. Je moet ten alle tijde objectief zijn als journalist. En dat heb ik geleerd uit mijn fout. Het is mijn fout en ik heb dat, wat zei je? Harde hand. Harde hand. Was niet lekker. Maar ik heb eruit geleerd. En dat was mijn fucked up moment. Eén van ze. Ik durf niet eens te praten over een tweede, hoor. Buschauffeur? Nee, gaan we niet doen. Maar ik ben er fucked op dat weer. Echt waar? Oké. Maar
Maar ik heb geleerd, nee, even serieus. Ik heb geleerd dat als je werk doet, je moet je houden aan bepaalde codes. In de journalistiek heb je van die codes, je moet je daaraan houden. En ik heb daaruit geleerd. Ik zeg, ik ben niet perfect. Niemand ook, u niet. U ook niet. Niemand. Maar we moeten leren uit de fouten die we maken. Om groter te worden en om verder te gaan. En ik heb geleerd uit die fout van Wien. En geloof me, ik zeg niet dat ik het nooit meer ga doen. Nee, vandaag niet. Nee, dat was een andere type. We gaan niet daarover praten. Maar, ik heb eruit geleerd. En ik geloof dat wij... Ik moet stoppen, hè? Ik geloof dat u ook iets daaruit hebt geleerd. Dankjewel. Dankjewel, Jarel Harderwijk. Jarel, mijn god, ik zie al zoveel vingers in het publiek, maar ik wil je even... Misschien heb jij het niet gezien, maar zowel 16 als 17, ondanks dat het een protest was, was je nog steeds in de spotlight. Je was binnen 24 uur een lach en een traan. Met traangas. Maar goed... ik zag Maisha de hand als eerst. Maisha mag de eerste vraag stellen. Waar is mijn microfoon? Van je collega's moet je het hebben. Goedenavond. Jero, vandaag, want weet je, mediamensen geven fuck-ups in real time, weet je. Vandaag heb je eigenlijk ook iets gedaan. Dus ik wilde graag eigenlijk je uitleg daarover en wat je daaruit hebt geleerd eventueel. Kijk. Ik wil me houden aan mijn fucked-up moment waarover ik gesproken heb. Oké, dat is mijn antwoord. Volgende. Je mag die vraag eens een DM sturen. Volgende persoon, Marvin. Ik heb alleen een opmerking. Alles wat is gebeurd, heeft wel die kijkcijfers van jullie naar boven gebracht. En meer abonnees. Duidelijk, dat wel. Dat wel. En meer geld. Ja. Die zomaar gaat een moeilijke vraag stellen. Ja. Dus ik ga niet voor jokken. Mijn volgende interview voor wie? Die tweede. Maar ja. Ik vond die tweede verschrikkelijk goed. Dat moet je geven. Die tweede is doorman, allemaal leg uit. Ja. You know. Welke tweede? Je had... Nee, niet van... Nee, je had een ander interview met wie gedaan, maar die vond ik, die was wel goed. Ik heb maar één interview met hem gedaan. Oh nee, of was dat Tapa Bangstel? Tapa Bangstel, nee, dat is simpel. Sorry, ik vergis me. Oké, okay, nee, maar wat ik zou zeggen. Kijk, Gerald, ik weet niet of je het door hebt, maar jij hebt wel de karikatuur om zulke dingen uit te kunnen halen en ermee weg te komen. Met mijn persoonlijke mening. Ja. Yo, Biggie's King, no ama no foy. Ja, ja. Ja. Toch? Ja. Nou, dus dat werkt wel in je voordeel. En ik denk dat je daarmee gebruik van. Nou, maar nog voor je. De mannen lopen niet misschien, maar de mannen nog voor je. Dus, ja, dus dat. Ze gaan niet durven. No. Is er nog één persoon in het publiek die een vraag wilt stellen aan Jarel? Oh jee. Goedenavond. Goedenavond. Ik wil heel graag weten hoe serieus of ernstig je dan journalistiek neemt. Want je alles van je lijkt op views. En misschien is het dat ook. Misschien is het dat niet. Misschien is het dat ook. Maar hoe serieus als je nou voor een press conference bent. En it's Gerald. Hoe serieus bijvoorbeeld stel je een vraag? Verwacht je echt serieuze antwoorden? Of heb je zoiets van... Is jouw manier van journalistiek? Just wondering. Ja, dankjewel voor die vraag. Niet omdat ik vaak lach. Ik wil dat zeggen dat ik niet serieus ben. Wij doen niet makkelijk persconferenties. Maar als ik dat zou doen... is het echt dat ik antwoord wil hebben op mijn vraag. Mijn serieuze vraag. Toch? Ik heb van momenten waar ik echt serieus ben. En soms te serieus zelf. Maar ik heb mijn stijl van presenteren en ook van vragen stellen. Iedereen heeft dat. En ik heb de mijne.
van aard, ik ben een vrolijk mens. Ik kan makkelijk, weet je, vrolijk zijn. Maar ik ben echt serieus. En ik ga niet alleen voor views. Want soms doe ik items waar we maar 92 mensen in die live hebben. Maar het is een heel goed item. Surinamers houden van sensatie. Dat is dat ding. Ik doe een interview met een professional, een econoom. Daar heb je maar 100 zoveel. Maar als ik Pepje zet, dan heb ik 2000 kijkers. Begrijp je wat ik zeg? Het is wat Sranamangs loopt dus aan dat die. Maar ik ben heel serieus in mijn werk. En het is mijn lafo dat we zeggen dat ik niet serieus ben. Ik kan heel serieus zijn. En soms te serieus zelf, dat ik uit de uitzending ga. En dat is nu dus ook het geval. Dankjewel, Gerald. Wat ik wel nog wil zeggen van Gerald is dat Gerald soms durft om die vragen te stellen en die opmerkingen te maken die een heleboel mensen denken, maar niet durven te doen. Amen. Dus daarvoor moet je hem wel een applaus geven. Ja.